Yo, yo, welkom bij Stoffelogs nummer 135. Ik heb een trieste mededeling. Free Record Shop is vandaag failliet verklaard. Heel jammer. Voor de jonge mensen, die weten dat misschien niet. Maar de oudere mensen, die weten dat misschien wel. Het is echt een icoon in het straatbeeld. Free Record Shop, ja, daar kocht je je eerste single of je eerste cd. En ik kocht er ook altijd mijn eerste single. Tenminste, mijn eerste cd. En het was een winkel van Hans Breukhoven. Die had het opgezet. Het was ontstaan in Schiedam. Daar ontstond het. Daar was de eerste muziekwinkel geopend. Een klein muziekwinkeltje in Schiedam. Daar was het begonnen. En zo breiden het zich uit door heel Nederland en ook in het buitenland en op stations en zo. En ik kwam heel vaak op stations, maar ook wel in de stad. Nu kom ik ook nog steeds wel, maar niet zo vaak meer. En ik haalde altijd een krantje top 40, daar stonden allemaal lijstjes in. De top 40 stond er natuurlijk in. En de filmlijst, albumlijst, singlelijst en dat soort lijstjes. En ze zijn failliet en ze gaan proberen een doorstart te maken. En de mensen die daar werken, de medewerkers, die krijgen niet betaald, maar ze kunnen wel daar blijven werken. En dat is heel jammer. En waarom ze failliet zijn gegaan? Ja, het ging al een tijdje niet zo goed. Dat komt waarschijnlijk door de opkomst van veel webwinkels en zo. Veel game shops op internet. Die verkopen dan games voor dezelfde prijs als in de winkel. En mensen zijn gewoon te lui om even naar de winkel te gaan. En dan kopen ze maar een game op internet. Nou, vaak is het zo, als je iets koopt, maakt niet uit wat, dan moet hij altijd verzendkosten op internet. Dus dan kan je net zo goed naar de winkel gaan. Dan ben je goedkoper uit. Dus ja, heel triest. Dus ja, ik hoop dat ze een doorstart kunnen maken en dat ze in het straatbeeld blijven bestaan, dat ze niet uit het straatbeeld verdwijnen. En je had ook de Fame, dat was ook een Free Record Shop en van Hans Breukhoven, en je had ook een game afdeling. En die zijn ook bijna failliet gegaan en die zijn toen verhuisd. Zitten inmiddels nu in de Magna Plaza achter de Dam. En ja, het is gewoon heel jammer. Het is gewoon echt een icoon in het straatbeeld. Hoe moet ik het zeggen? Ja, het is een heel jammer zonde. Maar ja, ze hadden ook heel veel schulden en zo. Dus ja, hoop dat het kan blijven bestaan. En ja, hoop het beste. Dat het niet uit het straatbeeld verdwijnt. Dat de winkels nog wel kunnen blijven bestaan. Maar ja, het zal moeilijk worden. Dus ja. We hopen maar het beste. Dus, wat moet ik nog meer zeggen? Ja, het is gewoon heel triest. Ja, echt jammer. Ik kwam echt altijd. Bijna altijd. Maar ja, ik had ook mijn eerste single gekocht en zo. En ik kocht heel vaak games en zo en cd's. Een console, niet echt een gamecomputer.
Niet echt een Xbox of een Nintendo, dat niet. Maar wel CD's en games en zo. En ook films kocht ik daar ook wel. Cadeaubonnen, CD-bonnen. Maar ja, het is binnenkort dus voorbij. En misschien is het al voorbij. We weten het niet, we zullen het merken. We volgen het op de voet. En ja, het is ook wel logisch dat ze failliet zijn gegaan. Want ze hadden heel veel winkels in Nederland en in het buitenland. En ja, dat kost veel geld. Maar ja, voor Hans Breukhoven maakt het niet zoveel uit. Want die heeft toch geld zat. Maar ja, voor de klanten die daar vaak kwamen, zoals ik, is het wel jammer, wat triest. Ja, het is echt jammer. Heel zonde, zonde, zonde. Echt een icoon die verloren gaat. Echt een boegbeeld in een straatbeeld. Echt een straaticoon. Als je even naar de stad ging en je wou een cd kopen, je dacht, nou, die heb ik gezien op het internet of die heb ik gezien op de reclame en die wou je hebben, nou ging je even daarin of daarin. Of je wou een nieuwe cd hebben van weet ik veel welk artiest. Dan ging je daarin en soms treedde er ook een artiest op en die deelde een handtekening uit in die winkel. Zoals Raccoon. Heb ik een keer meegemaakt. Ja, toen een nieuwe cd uit en die gaf toen daar een signeersessie. Dat hadden ze ook best wel vaak. En dan kon je dus die artiest kon je dan live ontmoeten en een handtekening vragen. En dan die cd kopen van die artiest. Dus ja, echt heel zonde. Maar ja, er is niet zo veel aan te doen. Maar goed, we volgen het op de voet wat gaat gebeuren en hoe het gaat aflopen. En met deze Free Record Shop vlog, met deze Free Record Shop failliet vlog, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en mijn video's te delen via social media. En met deze Free Record Shop failliet. Yo, 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 welkom terug bij Stoffel Vlogs 135. Ik werd net onderbroken. Mijn geheugen was vol van mijn mobiel. En ik wou voor dit zeggen, met deze Free Record Shop failliet vlog check ik jullie.